Ik werd wakker met een kater, want ik had gisteren toch wel heel veel biertjes gedronken op die date. Maar goed, daar moet ik maar even aan wennen. Ik wilde even wat vertellen over een vraag. Iemand vroeg hoe het nou met Percy ging en toen dacht ik, nou, dan kan ik het beste hem zelf laten vertellen. Dus ik ga het hem even vragen en ik ga nog wel wat meer dingetjes doen vandaag. Dus het wordt weer een hele spannende aflevering. Ik ga zo meteen weer verder aan het schilderijtje van Gabby. Maar eerst ga ik eventjes samen met Percy een lekker kopje koffie drinken beneden. Ik heb net mijn kopje koffie gezet. Loop ik zo naar beneden. Hij gaat even een kopje thee drinken. En ik heb een heel lekkere nieuwe gewoonte of een nieuw iets bedacht. En dat is dus koffie met gember. En dan heb ik dus nog gember van de dag daarvoor. De thee laat ik dan nog even in mijn kopje zitten. En dan doe ik daar de koffie overheen. En dan heb je dus koffie met gembersmaak. Echt super lekker. Dat is wel echt een aanrader. Goed, nu even zien met koffie in mijn ene hand en mijn camera in mijn andere hand de deur dicht te zien krijgen. Het is gelukt. Nou, sommige mensen vroegen aan mij onder mijn vorige video van hoe is het nou met Percy? En toen bedacht ik me ook, ja, hij heeft al best wel lang niets geüpload en het ging even wat minder lekker met hem toen hij zeg maar stopte. Dus ik kan me dat wel voorstellen. En ik denk, ik ga zo meteen gewoon even hem vragen. En dan kan hij het zelf uitleggen hoe het met hem gaat. Dat lijkt me het beste. Onder het genot van een kopje koffie en een kopje thee. Ik kan hij rustig even uitleggen hoe het allemaal zit. Het is al lekker weer. Het is al echt chill. Dus, ik kan lekker in de zon zitten. Een beetje goed voor de huid en zo. Is er nog niet? Is er nog helemaal niet? Of wel? Hé, hey, maar Percy, ik kreeg reacties onder mijn video's van hoe gaat het nou met Percy? En je hebt al een tijdje niks geüpload, dus ik dacht, nou laat ik dat gewoon in deze vlog dan maar eventjes beantwoorden. Ah, lieve vraag. Dankjewel. Het gaat hartstikke goed. Kijk, we zitten lekker in de zonnetje hier. Nee, de afgelopen tijd, laat ik het zo zeggen. Er kwamen wat vrienden uit Nederland deze kant op naar Taiwan. Vrienden die ik al 20 jaar ken. Daarvoor was Daniel aangekomen. En ik had verwacht dat ik in Taiwan zou zijn en dan zou ik wat rust hebben. Ik ken hier namelijk niemand, ik kan de taal niet echt heel erg goed, zeg maar. Dus mijn eigen in mijn kloostertje hier. Maar op een gegeven moment komt Daniel deze kant op, mijn vrienden kwamen deze kant op. Ik heb iedereen getourguide, allemaal leuke dingen gedaan. En dan merkte ik aan mezelf, ik moet gewoon nu een keuze maken. Van, ga ik door met video's maken, wat heel veel energie kost. Dat snappen jullie waarschijnlijk ook wel. Of ga ik quality time spenderen met de vrienden die maar één keer per zoveel tijd hier zijn, zeg maar. En ik heb ervoor gekozen om voor de quality tijd te kiezen en niet met mijn camera rond te rennen en dat ook allemaal te filmen om het later weer op YouTube te kunnen plaatsen. Dat kost zoveel energie ook om te doen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik dan wat minder upload. Dus dat is een beetje een nadeel van mijn handicap. Ik moet heel vaak keuzes maken met waar mijn energie heen gaat. Wil ik dat doen of dat doen? En vaak gaat dat samen, dat gaat gewoon niet goed. En nogmaals, de jongens zijn hier maar één keer. Mijn vrienden uit Nederland. En samen gewoon leuke dingen gedaan eigenlijk.
Maar zijn hun weer weg? Dus ik kan mensen weer gaan irriteren op YouTube. Ja. Maar nu heb ik hem nog hier, weet je. Ja. Ja, jij leeft wat meer op jezelf. En met mijn vrienden was het meer van een soort rondrijden, dingen vertellen, quality time. Want die ging ook weer snel weg. Ja, het was in het begin misschien wel veel organiseer voor mij. Want toen moest ik zelf ook nog een beetje landen, maar nu heb ik mijn draai ook al een beetje gevonden en zo. Die eerste week dat jij hier was, dat was ook een hele drukke week. Hebben jullie allemaal gezien in de vlogs. Hebben Daniel ook overal meegenomen, nou alles en wat. En ik had zelf ook gedacht van, dan ga ik allemaal filmen. Het was prachtig dat Daniel hier is, ik ga allemaal filmen en zo. Maar ik heb niks gefilmd. Omdat ik gewoon te druk bezig was van, oké, wat gaan we hierna doen? Met wie? Waarheen? Heeft Daniel wel een huis? Ja. Kan die wel eten? Ja, heeft hij geld? Allemaal dat soort dingen. Misschien had ik ook kunnen zeggen, zoek het lekker uit. Maar, want ik ga YouTube-video's maken. Maar nee, ik vind het heel leuk dat je hier bent. En daar wil ik dan ook tijd in investeren. Ja. Maar dat houdt in voor mij persoonlijk dat ik dan bepaalde zaken niet kan doen. En daarvoor ben ik een tijdje offline. Zo gaat het eigenlijk. Ja. En met je gezondheid? Hoe gaat het met je gezondheid? Want vlak voordat je even zei dat je offline ging, toen had je ook corona. En toen ging je daar ook even wat minder goed mee. Ik kan me voorstellen dat mensen daar ook nieuwsgierig naar zijn. Ja, de corona is niet zo'n ding. Ik had daar 3 dagen last van. Even op bed gelegen. En dat was heel snel weer weg, gelukkig. Ik heb wel een bepaalde slijm overgehouden hier in mijn keel. En dat is wel grappig, want we gingen naar de... ik kwam daar niet vanaf. Een soort hoestje, zeg maar. En toen zijn we naar de Chinese dokter gegaan. Ja. En dan kom je daar binnen, dat is grappig, hè. En dan ga je zo zitten. En dan, als eerste wordt dan je pols vastgehouden. Er wordt zo dingen gevoeld. Ja. En ze zei, you are very anxious. Maar ik had net 10 liter koffie op daarvoor. What do you mean, anxious? En wat verwacht je hier in Taiwan? We zaten in Taipei. We gingen naar de Chinese dokter in Taipei. Vette herrie natuurlijk, weet je. Maar ze zeiden dat ik long covid had. Oftewel wat symptomen van covid die wat langer doorlopen. Ja. En als ik deze specifieke medicatie nam, dat waren een soort kruiden, dan zou dat eerder weggaan. Ja. En die zijn vies, hè? Ja. Ja, ik weet niet wat het is. Een soort kaneel met kurkuma, wat is waarschijnlijk, ik weet het niet. Gemalen kikkers, I don't know. Dat is echt vies. Dus ik moet het elke keer nemen, maar ik liever niet. Ja. En Iris zit nou heet achter me aan te rennen van, heb je medicatie al genomen? Heb je medicatie? Ja. Ja. Een soort moeder, weet je. Ja. Maar het gaat heel erg goed. Het is meer gewoon de mentale belasting, merk ik. Ja. En dat hebben jullie ook gezien in Daniels vlogs. Ik vind het echt knap dat hij elke dag kan uploaden. Dat is echt bizar. Maar je ziet hoe hectisch het is. En ik vind het heerlijk. Maar in die energie moet ik keuzes maken van wat ik wel kan en niet kan. Ja. Ik vind het echt knap dat jij nog steeds kan doorschilderen. Ja. Ik zou me helemaal verliezen hier in Taiwan, want dat doe ik dus nu ook. Ja. Maar jij schildert ook nog gewoon door. Dat vind ik echt knap. Ja, jij zegt ook vooral vaak, nee, ik ga niet mee. Ik ga schilderen. Ja, en dat is eigenlijk altijd al wel belangrijk geweest ook. Van, als ik die dingen doe die ik wil doen, zeg maar, of die levensstijl, dan moet ik ook heel duidelijk voor mezelf heel gedisciplineerde grenzen, of heel erg strakke grenzen maken van deze tijd hier aan besteden, die tijd daar aan besteden. Als een vlog even korter moet, wat is mijn eerste prioriteit te schilderen, dan komt het vloggen, dan komt dit, dan komt dat, zo heb ik een lijstje. Ja, en wat het voor- en nadeel is van jouw leven, jij bent ook alleen, zeg maar. Ja. En daar heb je ook echt je momenten voor jezelf. Ja. En ik heb natuurlijk met een vrouw, maar bijvoorbeeld gisteren, waren we bij de ouders van Iris, eergisteren. Dan dacht ik, oké, we gaan weer hier naartoe, naar dit appartement. Ja. Dan ben ik even alleen, dan kan ik video's maken weer. Ja. Dan kan ik weer mijn eigen ding doen. Ja. Dus het moment dat wij hier weer terug naartoe willen rijden, naar ons eigen appartement, zegt die moeder van Iris, mag ik ook met jullie mee? Maar dat betekent dat zij dus ook in ons appartement slaapt. Ja, oftewel naast mij op de bank. Ja. Mijn schoonmoeder. Ja, en dan is het heel moeilijk om je achter je laptop te zetten. Hé, hey, beste mensen, goed leven, vandaag ga ik iets leuks zeggen. Ja. Mijn schoonmoeder zit dan ernaast. Zo awkward. Dus dan, maar ik ga dan niet tegen haar zeggen van, nee, want ik moet uploaden. Ja. Want voor mij is YouTube is gewoon puur een soort hobby, uit de hand gelopen hobby. Ja. Dus dan zeg ik, oké, ga maar mee, leuk, gezellig. Dus heb ik weer allemaal dingen gedaan met mijn schoonmoeder. Ja. Maar achteraf gezien vind ik dat dan ook wel weer belangrijker dan mijn YouTube kanaal. That's how it goes. Wat gaan we doen vandaag? Schilderen. Jij schilderen?
En ik ging, oh ja, ik ging naar een café. Iris wou naar een café toe. En vanavond gaan we dus naar vrienden van een meisje die ik heb ontmoet in de trein. Ja. Ja, en die zit in een server community hier. Ze noemde dat gisteren. In het café zeiden ze, dat is de Tochen Gang, de Tochen Group. De Tochen Gang? Ja, zoiets. Wow. Nee, een group of zo. Oké. Maar ze zeiden het zo op zo'n manier van, dat is een soort vrienden. Anyway, ik had een meisje ontmoet in de trein en die heeft me uitgenodigd en heeft ons uitgenodigd om bij een soort bijeenkomst te zijn. Met allemaal surfers en dus we gaan zien hoe dat is. Dat is wel leuk. Ik ga dus via jou, iemand uit Zweden, Taiwanese ontmoeten. Ja. Leuk. En toen ik weer even naar de 7-Eleven ging voor een ontbijtje, zag ik plotseling iets heel bijzonders. Kijk, deze lag er gisteren ook al. En toen baalde ik dat ik mijn camera niet mee had. Want ik dacht, oh, die leeft waarschijnlijk nog. Maar ik denk dat deze dood is. Want anders zou die al weg zijn, denk ik. Ja, er zijn ook kleine miertjes die hem al opeten. Even wat eten halen, maar ik denk dat ik misschien moet gewoon meenemen. Deze is gewoon dood natuurlijk. Het is nu een beetje lastig om mee te nemen. Een doosje doen, zo vet. Ja, ik ga weer eventjes wat sushi eten of zoiets. Daar heb je zin in. Vaste prik bij de 7-Eleven. Rijst met vis. En ook deze sexy koppie krijgt allemaal kopies van koppie achter het portret van koppie. Het mooie van al die voorstudies is dan ook weer dat het nu super lekker smooth gaat. En dat maakt, zoals in dit geval, het uiteindelijke portret ook weer extra krachtig. En ook bij het schilderij Made in Taiwan heb ik lekker kunnen oefenen op die bergen. Hoe dat verloop is van die bergen die dan... Waarbij de voorste berg veel warmer is van kleur en de bergen in de achtergrond steeds koeler zijn, steeds zachter van tint. Ik vind het wel een heel vet idee dat je in eerste instantie maar één hondenportret ziet. Maar als je beter kijkt, zie je honderden honden die je allemaal aankijken vanuit de achtergrond. En toen was het tijd om lekker te eten met de hele surfenclub. Je schijnt hier super goed te kunnen surfen. Het lijkt me best wel gaaf met deze gasten eens te doen in het Taiwan. Heel leuk om steeds meer nieuwe mensen te ontmoeten hier in Tochen. Aan het einde van de dag lekker even naar de night market. En dan zit de dag er weer op.